Guido Gent, souschef van het restaurant aan zee. Naast de wildkruiden en de likeuren hebben we ook een houtsoven en een houtsgril waar we veel bereiding op doen. Het is een geweldig product om mee te grillen. Je kan, als kleine jongen hou je van een vuurtje stoken en ik mag nu elke dag een fikje steken, zou ik zeggen. We gebruiken diverse soorten hout, maar wij gebruiken het meeste eikenhout omdat het de mooiste branding heeft, de mooiste korkjes krijgt, alles gaat op hout. Dus geen temperatuurregeling, geen luchttoevoer, helemaal niks. Dus je moet het allemaal zelf een beetje spelen met om houtblokken toe te voegen. Het begint met een vuurtje te stoken aan de onderkant. Dan begint de branding aan de onderkant en dan daar ontstaan de korkjes. Doe je elke keer weer een blokje hout erbij om de verbranding te laten ontstaan. De verbranding komt in fases natuurlijk. Bij het begin is het, je steekt het aan en dan is het rustig. En zo'n temperatuur is veel rookontwikkeling, dus het is heel erg goed voor de producten om te roken. Maar op een gegeven moment komt de verbranding zo hard aan dat er echt continu korkjes ontstaan. Dan wordt het gewoon echt te heet om te roken. En dan is het gewoon ideaal om te grillen en om je grote stukken vlees, buikspekken voor het vuur te garen. Als je ziet dat de temperatuur wat te hoog wordt, dan kan je er een nat blok hout erop gooien, zodat de temperatuur gedaald wordt. En er ontstaat ook meer rookontwikkeling en dat is beter voor het product, dat het niet te snel te gaar wordt en dat je dan op een mooie temperatuur kan roken. Het is leuk, het geeft een mooie smaak. Het is fantastisch, het is gaaf, het is zoals vroeger. Ik vind het mooiste om te bereiden de grote stukken vlees, de grote lenders, een mooi stuk tomahawk of van alles. Ik vind alles mooi op de grill. Vooral in combinatie met de wildkruiden. Dat je, kan je vlees natuurlijk super marineren. Met een beetje knoflook en de wildkruiden die Dave dan 's ochtends met ons product. En dat is super. Dat vinden de mensen fantastisch.